De boeken van Roald Dahl worden in Engeland herschreven. Het gaat er al een beetje over woorden als dik, lelijk worden verwijderd. En Oompa Loompa's zijn niet langer kleine mannetjes, maar genderneutrale, lengte uitgedaagde mensen. Dit alles om de boeken voor iedereen te maken. Aanpas worden gedaan door de zogenaamde sensitivity readers. We hebben zo'n sensitivity reader uitgenodigd. Dit is Gerda, welkom. Dankjewel, Dol. Gerda, woorden als dik en lelijk mogen niet meer. Het woord dik zal jij nog nooit gehoord hebben, Dol? Nee, correct. Het woord lelijk daarentegen. Hey, is niet leuk om elke week te horen. Afschrikwekkend, ja, afstotelijk, ja. Afgrijzelijke jukbeen er ook. Hey, we hebben hem, hè? Dolf de Oompa Loompa. Allemaal niet leuk. En ik maak er mijn missie van om dat iedereen te besparen. En dat is wat een sensitivity reader doet. Wij lezen teksten op potentieel kwetsende inhoud en verwijderen die of voegen daar iets aan toe in het kader van de inclusie. Hè? Dus wanneer het kan dat iets, iemand tegen de borst of borsten, ja, of behaarde borst, of geamputeerde borst, ja, of borstimplant, tuurlijk, kippenborst, ja, Hugo borst, geen borst. Dus wanneer je kin echt direct aan je onderbuik zit, ik heb dat zelf een beetje. Ja, we hebben een beeld. Stuit. Ja, dus dan veranderen wij die gedrochten van boeken van Roald Dahl. Ja. Ja, ja, ja. Maar hebben wij u gevraagd, want u bent er nu toch, ook eens naar ons draaiboek te kijken. Ja, en u opende zojuist met goedemiddag. Goedemiddag. Dames en heren. Ja, dat kan natuurlijk niet. Dat is genderdiscriminatie. Tuurlijk, dat had moeten zijn. Dames, heren en de rest. Waarom staat de rest bij jou weer op de laatste plaats, Dolf? Ja, geen idee. Ik vond het heel galant dat ik dames als eerste zei. Ja, en daar voelen de dames zich dan weer heel onveilig bij. Ja, ja. Okay. Wat had ik dan wel moeten doen? Je zegt het simultaan. Dan staat iedereen op de eerste plek. Simultaan. Ja, je zegt dames, heren en non-binaire personen tegelijkertijd. En hoe klinkt dat? Personen. Dat is onverstaanbaar. Nee, en als het onverstaanbaar is, dan neemt niemand daar ook aanstoot aan. Hè? Het kan geen kwaad als je het niet verstaat. Ja, 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 daarom zijn de liedjes van Frank Boeij ook zo populair. Goedemiddag, luisteraar. Oké, luisteraar. Ja. Haat jij dove en slechthorende, Dolf? Nee. Nee, maar ja, er is radio, dus te luisteren, ja, dikwijls vrij. Noem jij mij nou dik? Nee, weet je wat? Ik beperk het gewoon tot goedemiddag. Dat is tijdsdiscriminatie. Sorry? Nou, dat is gewoon pesten wat je nou... Stel nou, iemand luistert dit vanavond pas terug en die hoort goedemiddag. Dan sluit je zo iemand gewoon buiten, hè, meneertje dictator van de tijd. Maar, Gerda, dat snappen ze toch wel? Alles moet voor iedereen zijn, Dolf. Hè? En dat moeten wij voor anderen besluiten. Ja. Persoonlijke grenzen bewaken, dat kan je niet aan de individu overlaten. Oké. Dus geen middag, dus ik zeg... Goede, kan ook. Het gaat ook wel eens slecht, ja. Het mag ook slecht gaan, en dat mag ook, hè. Ook al zeggen mensen dat ik daardoor vrij verzuurd mijn eigen werk doe, het kan wel eens slecht gaan. Maar als ik goede niet mag zeggen en middag ook niet, hoe moet ik dan goedemiddag zeggen? Nou, heel simpel. Je opent de uitzending met een gemoedstoestand op het emotionele spectrum waar jij je op dat moment mee identificeert in een tijdsvak naar keuze allen die dit per ongeluk, dan wel niet expres, op wat voor manier dan ook tot zich nemen. Tuurlijk, stom van mij. Hey, terug naar de boeken. Het leesplezier lijkt er wel onder. Ja, ja, gelukkig wel, ja. Straks worden die boeken van Roald Dahl nooit meer gelezen. Gerda, ik zie dat jij in je handschoenen zit te wrijven. Ik moet het toch even vragen, is het voor jou misschien persoonlijk geworden? Nee, helemaal niet. Nee. Voor de luisteraar, Gerda, wat is jouw volledige naam? Gerda Griezel. Ah, dan weten wij genoeg. Dankjewel. Goedemiddag. NPO Radio 2.